Het afkoppelen van je regenpijp. Daar gaat de campagne over van Noord- en Midden-Limburgse gemeenten samen met Waterschap Limburg en WML. Op het Gashoesplein in Horst, ook wel het Klimaatplein genoemd, werd de campagne Watercoach gepresenteerd. Vandaag presenteren we de Watercoachbus. Wij proberen mensen al jaren vanuit Waterpanel Noord, in samenwerking tussen 15 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten, proberen wij mensen te laten afkoppelen. Dus zeg maar de regenpijp afzagen en dan proberen in de bodem, in je eigen tuin of in de naaste omgeving te laten, het water weg te laten lopen. Zodanig dat het bij droogte zeg maar wat natter wordt en bij heel veel wateroverlast dat het niet allemaal via de riool meteen naar de Maas stroomt. Dus dat is wat we proberen. En die watercoachbus is eigenlijk bedoeld om mensen te activeren, te helpen. Want hoe doe je dat nou, dat afkoppelen? Welke hulpmiddelen heb je nodig? En hoe kun je subsidie krijgen als je dat doet? Het is wellicht niet het eerste waar je aan denkt na een regenbui, maar toch kan het een hoop gedoe besparen. Door regenpijpen af te koppelen wordt regenwater niet via het riool afgevoerd, maar opgevangen in de tuin of directe omgeving. Ja, nee, je staat er niet direct bij stil. Hè. Je verwacht dat het allemaal maar in die riolering gaat. Maar die rioleringen zijn gebaseerd op een bui van ongeveer 35 mm. En tegenwoordig vallen er buien in Nederland van 100 en 150 mm. En dat betekent dat die riolering eigenlijk niet groot genoeg is. Maar tevens zien we dat doordat we het water heel snel afvoeren, er op plekken heel veel droogte ontstaat. Dat kan in je eigen tuin zijn. Maar ook in de landbouwgebieden zeg maar, die rondom kernen liggen, daar met name is dat best een probleem. Bij de presentatie in Horst werden de sleutels van de watercoachbus overhandigd aan de watercoaches. Zij gaan mensen informeren naar alle mogelijkheden. En die watercoaches die zijn bedoeld om jou als inwoner te helpen. Wat kun je nu eigenlijk doen? Wat is de slimste manier? En kan het ook? Want niet overal kan het. Ik zou willen zeggen van coaches, ik heb de sleutel van de bus voor jullie. Daarmee geef ik meteen het sleuteltje over en kunnen jullie aan de slag. Dus bij deze, ik weet niet aan wie dat ik hem mag geven. Ja? Ja. Ja. Alsjeblieft. Wel. En veel succes, jullie alle drie. Dankjewel. Ja? En, dankjewel. Ja, maak er iets moois van. En laten we hopen dat we de komende tijd nog veel meer mensen zover krijgen dat ze hun eigen woning of hun bedrijf gaan afkoppelen. De watercoachbus maakt de komende tijd een tour door Noord- en Midden-Limburg. Iedereen krijgt zo de kans om te horen wat de beste aanpak is om een regenpijp af te koppelen. De waterklaarbus die gaat door de hele provincie rijden op markten, evenementen, bewonersavonden om te laten zien wat je kunt doen. En tevens ja, hoe je dan subsidie kunt krijgen op de materialen die je gebruikt. Of ook het werkloon, wat je, als je het zelf doet, dan kun je het eigenlijk kostenneutraal doen.